Een aantal maanden geleden hebben wij een video geplaatst over de inmiddels bekendste en beruchtste crimineel van Europa, Ridwan Taghi. Hij stond aan het hoofd van een groot crimineel netwerk dat zich bezighield met diverse criminele praktijken. Inmiddels zit Ridwan al een tijd in de gevangenis, maar dat betekent helaas niet dat de criminele organisatie stil is gaan staan. De politie heeft namelijk vermoedens dat de zoon van Taghi de boel heeft voortgezet in de afgelopen jaren. In deze video vertel ik je alle informatie die er op dit moment bekend is. Waarom wordt de zoon van Tahi precies verdacht? En wat hebben rappers Boef, Lijpe en Ismo hiermee te maken? Laten we even ons geheugen opfrissen. Ridwan Tahi, beter bekend als Kleine, werd in december 2019 opgepakt in Dubai, waar hij zich jarenlang wist schuil te houden voor de politie. Voordat hij werd opgepakt, werd hij al jarenlang beschouwd als een van de meest gezochte criminelen van Nederland en een van de meest gevreesde kopstukken van Europa. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk die zich voornamelijk bezighield met drugshandel, afpersing en verschillende liquidaties. In 2019 ging het zogenoemde Marengo proces van start. Een rechtszaak tegen 17 verdachten, met Ridwan Tachi als hoofdverdachte. Zijn organisatie wordt in verband gebracht met de handel in witpoeder en tevens worden ze verantwoordelijk gehouden voor een reeks van moorden en pogingen daartoe. Het marenko proces is inmiddels al ruim vijf jaren bezig en zit inmiddels in de laatste fase. Tegen Ridwan Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. En je zou denken dat daarmee de criminele organisatie waar Taghi aan de macht stond is stilgelegd, maar niets lijkt minder waar. In augustus van 2023 werd Faisal Taghi namelijk gearresteerd in Dubai. Het gaat om niemand minder dan de oudste zoon van Ridwan Taghi. De 23-jarige Faisal wordt ervan verdacht de criminele activiteiten van zijn vader voor te zetten. Hij wordt onder andere verdacht van witwassen, grootschalige drugshandel en andere criminele activiteiten. Volgens de politie lijkt het erop dat er nog steeds een groot crimineel netwerk actief is. Waarin Faisal Tachi een grote rol speelt. Het schijnt een slimme jongen te zijn, die gestudeerd heeft aan de bekende Harvard Universiteit. Naar verluid hield de politie hem al voor langere tijd in de gaten, omdat er vermoedens waren dat hij de criminele praktijken van zijn vader zou voortzetten in Dubai. Sinds zijn arrestatie zit hij daar in een gevangenis. De Nederlandse autoriteiten hebben contact met de politie in Dubai, maar willen verder niet veel informatie vrijgeven. Nederland zou een uitleveringsverdrag hebben aangevraagd, maar of hij daadwerkelijk uitgeleverd zal worden aan Nederland, moet nog blijken. Op dit moment is alles nog mogelijk. Zoals de meesten wel weten, is Dubai een plek waar veel criminelen zich schuilhouden. Dit komt voornamelijk omdat witwassen daar niet of nauwelijks strafbaar is. Je snapt vast wel dat voor zware criminelen, die bakken met zwart geld verdienen, Dubai een paradijs is. In het verleden had Dubai ook geen uitleveringsverdrag met westerse landen zoals Nederland, waardoor een crimineel niet kon worden uitgeleverd aan Nederland. Echter is dit sinds 2021 veranderd. Sindsdien heeft Nederland namelijk een uitleveringsverdrag met Dubai en kunnen zware criminelen zich niet meer zomaar schuilhouden in het emiraat Dubai zonder de kans te hebben om uitgeleverd te worden aan Nederland. De zoon van Ridwan, die op dit moment vastzit in Dubai, was volgens verschillende politiedocumenten betrokken bij een platenlabel waar onder meer rapper Boef muziek mee uitbracht. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat met dit betreffende platenlabel drugsgeld is witgewassen. Dit platenlabel bracht tot 2020 muziek uit, met onder andere bekende rappers zoals Boef, Ismo en Lijpe. Dit drietal maakte in 2017 nog een lied met de titel Wie praat, die gaat. Dit is een motto in de onderwereld dat verraders worden geliquideerd. Op het moment dat dit lied uitkwam, was de Amsterdamse onderwereldoorlog nog in volle gang. In 2017 sprong de politie een gat in de lucht van blijdschap, want ze wisten de code te kraken van de berichtendienst Enetcom. Enetcom wordt ook wel de telefoonleverancier van de onderwereld genoemd. Dankzij de kraak in 2017. Kon de politie ineens meelezen met 3,6 miljoen versleutelde berichten van diverse criminelen? Deze berichten waren goed voor het bewijsmateriaal in tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat om de onderzoeken naar liquidaties, gewapende overvallen, witwaspraktijken, pogingen tot moord, drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad. Volgens justitie maakten een aantal familieleden van Ridwan Taghi ook gebruik van de berichtendienst Enetcom. Op een van deze accounts werd er namelijk duidelijk gesproken over het betreffende platenlabel. In een van de berichten, dat verzonden is op 18 april 2016 en gericht was aan Ridwan Tachi, is het volgende te lezen. Haha, kijk mijn plan. Wij zijn managers. De clip van Boef mag niet uitkomen totdat El Chapo productie er is en dan klaar. Dan verdienen wij zeker 100.000 euro minimaal. Hahaha, echt. Dat zijn mijn plannen. Dat het platenlabel banden heeft met Dubai, blijkt uit eigen promotiemateriaal dat online is verschenen. Op social media zijn foto's te vinden van het logo. Dit is een leeuwenkop met links daarvan de letters AMS en rechts daarvan staat DXB. Dit zijn de vliegveldcodes van Amsterdam en Dubai. Tevens heeft de politie bevestigd dat de zoons en de zwager van Ridwan Tachi betrokken zijn bij het betreffende platenlabel. Ook heeft de politie aangegeven. Dat dit platenlabel in Dubai filmopnames heeft gemaakt, waarbij gebruik werd gemaakt van een Lamborghini met een specifiek kenteken. Heel toevallig bracht rapper Boef in 2017 het nummer Lau uit, in samenwerking met het platenlabel. In deze video is te zien dat rapper Boef uit een gehuurde oranje Lamborghini Aventador stapt. Maar dit lijkt niet de enige connectie te zijn tussen de rapwereld en de organisatie van Ridwan Taghi. In 2016 brengt Lijpe een bekende, gewaardeerde rapper uit Nederland, een nummer uit met de titel Eng. In deze video is te zien dat een man met een wit camouflagepak uit de open dak van een auto zwaait met een Kalashnikov geweer. Deze figurant blijkt later een bekende van de politie te zijn. Het gaat om Zakaria A, die tevens een medeverdachte is in het bekende Marengo-proces. Zakaria wordt er onder meer van verdacht betrokken te zijn bij de moord op misdaadverslaggever Martin Kok. Als je benieuwd bent naar wie dit is, neem dan een kijkje op ons kanaal. Wij hebben namelijk een uitgebreide video over hem gemaakt. Echter worden rapper Boef, Lijpen en Ismo niet verdacht van witwassen. Of zij wisten dat het betreffende platenlabel verbonden lijkt te zijn met de onderwereld, is niet bekend en ook niet bewezen. De rappers houden alle drie, wijzen hun mond dicht en geven aan, geen reactie te willen geven in de media. Het Amsterdamse platenlabel hangt onder twee bv's, waarvan de bovenste wordt bestuurd door Mohamed K, die afkomstig is uit Osdorp. De eigenaar van het platenlabel, de 48-jarige Mohamed K, wordt in dit geval wel verdacht van witwassen. Zijn strafzaak wordt naar verluid aan het begin van 2024 voortgezet. Het strafproces staat op dit moment stil in verband met de afwachting van enkele getuigenverhoren. Naar aanleiding van een onderzoek dat is gedaan naar de bedrijfscultuur van het platenlabel, wijst alles op een criminele inmenging. Bij criminele inmenging maken criminele organisaties gebruik van bona fide bedrijven voor de facilitering van criminele bedrijfsprocessen. De politie gaat zelfs zo ver dat ze hem zelfs beschouwen als een drugshandelaar en een zakenrelatie van Tachi. Mohammed en zijn broer komen tevens voor in het politieonderzoek met de naam 26 Dunbar. Dat draait om drugshandel en het witwassen van maar liefst 7,5 miljoen euro. Als in 2017 blijkt dat de Enetcom berichten in handen zijn beland van de politie, stappen criminelen over naar een ander versleutelde berichtendienst, zoals Encrochat. Maar ook dat platform blijkt niet bestand te zijn tegen de cyberafdeling van de politie. Even later worden er namelijk opnieuw berichten gekraakt, waaronder berichten van enkele familieleden van Ridwan Tachi. Faisal Taghi zou onder meerdere accountnamen actief zijn geweest op het platform. Waaronder onder de naam van Poetin Chapo. Zijn bijnaam in het criminele milieu is Poetin en Tchapo zou een verwijzing kunnen zijn naar het beruchte platenlabel. Of Faisal Taghi daadwerkelijk in de voetsporen van zijn vader is getreden, zal waarschijnlijk in de toekomst wel duidelijk worden. Maar voor nu is het nog even afwachten. Denk jij dat hij schuldig is? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen.